Sinds mensenheugenis drukt de Fenix zijn stempel op allerlei beschavingen. De Perzen vertelden over zijn legendarische lange leven. De Grieken vereerden zijn mythische heropstanding. De Romeinen putten moed uit zijn oneindige krachten. Mensen op zoek naar vrijheid geloofden dankzij de Fenix in een nieuw leven. Nadat de abdij van Grimbergen gesticht werd in 1128, werd ze in 1142 door een grote brand volledig in de as gelegd. Later werd ze in 1566 tijdens de godsdienstoorlogen opnieuw verwoest en in 1798 ontmanteld. Maar telkens herrees de abdij uit haar as. De Fenix werd haar embleem en inspireerde haar leuze. Ardet nec consumitor, brand, maar vergaat niet. Uit deze abdij werd een bier met een uniek karakter geboren. Grimbergen, het bier van de Fenix, smaakt net zo rijk als zijn geschiedenis.